We staan hier voor de metro-ingang op de Nieuwmarkt. Jullie zijn hier druk aan het flyeren. Waarom? Ja, dat klopt. Ik ben lid van het bewonersinitiatief Nieuwmarktbuurt en Waterlooppleinbuurt. En wij maken ons heel erg boos over de mogelijke verdwijning van de metrokunst in de stations Nieuwmarkt, Wieboudstraat, Waterloopplein en Weesperplein. Waarom moet dat weg? Nou, de gemeente wil het een 21e-eeuwse uitstraling gaan geven. Dus ze willen eigenlijk alle muren vlak maken, mooi wit, met glas, hè, met staal. En nou, dan heeft het zogenaamd weer een 21e-eeuwse uitstraling. En dat willen wij niet. Wij willen graag dat de kunst behouden blijft. En hoe schat de Bond van Heemschut de waarde van die kunst in de metro in? In de metrostations, moet ik zeggen? Vrij groot. Wij niet alleen overigens. Ook het Kuipersgenootschap en deskundigen die een opdracht van de dienst Metro onderzoek hebben gedaan naar de kunst. Het is duidelijk dat het hele bijzondere kunst is. Hele grootschalige kunst van bijzondere kunstenaars. En uit die periode hebben we dat amper in Nederland. Oké. En de SP, wat is de visie van de SP op de kunst in de metrostations? Ja, we zijn het eigenlijk in verregaande mate wel met de Bond van Heemschut eens. Het mooie van die kunst in die metro vind ik dat echt een weerslag is van waar die halte is. Ik bedoel, je zei het al, de Nieuwmarktrellen. Je ziet daar terug, maar je ziet op Waterloopplein staan de referenties aan, dat was toch een beetje de Joodse wijk, en dan aan de Jodenvervolging. Je ziet het bij de Wieboudstraat wanneer het gaat om de oude krantengebouwen. En kijk, je kan altijd over kunst en discussie voeren. Is het mooi, is het niet mooi? Ik zelf vind het in veel gevallen wel mooi. Maar wat ik belangrijker vind is dat het eigenlijk... Ja, het laat de achtergrond van de wijk waar je uitstapt en van de omgeving waar je naar boven komt zien. Dus wij zijn er erg voor om nu het helemaal netjes opgeborgen ligt, het straks ook weer netjes terug te hangen. Er is een monumentenstatus aangevraagd. Dat hoeft de politiek dus niet meer te doen. Dat is allemaal al geregeld. Ja. U zegt ook, de SP vindt dat het behouden moet blijven. Wat kunt u doen? Als wij het binnenkort gaan bespreken, ja, dan zullen wij ons er erg hard voor gaan maken dat het weer terugkomt. Maar ja, ik weet nog niet hoe de verhoudingen in de rest van de raad liggen. Dus ik zou vooral tegen u, maar ook tegen al die buurtbewoners zeggen, laat je horen. Ja. Kom langs, spreek in, mobiliseer dat verzet. En laat aan de gemeenteraad merken dat de SP niet de enige is die het belangrijk vindt.